Ja, nou, daar ben ik even weer met een nieuw filmpje van de, ja, wat zou je het zeggen? Dit is hem dan, hè? 215, 200 diesel, wegenbelastingvrij, geen APK. En in juni wordt hij 50 jaar oud. Dus, en deze die heb ik in 2018 ook een keer gehad, tot en met 2012. Maar toen kwam die niet door de APK heen. Omdat die een beetje behoorlijk wat aan verrot was aan de voorzijde, de balken. Voorbalk, er ging wat te veel geld in zitten. Maar ja, het begon toch weer te kriebelen. En dan dacht ik van, ja... En toen zag ik deze staan. Voor een hele leuke prijs. Echt waar, echt een hele leuke prijs. Ik durf te wedden als ik hem verkoop, dat ik er misschien wel 3.000 à 4.000 winst op zou kunnen maken. Nou, je ziet het, hoe die eruit ziet. Is het bruut of niet bruut? Het is geen snelle bak, maar het is wel een speciale bak. Ik zal eens even laten zien hoe het er van binnen uitziet. Het waait hier wat behoorlijk. Ja. Dit is hem van binnen. Nou, bekleding. Goed. Netjes. Geen stuurbekracht, geen groot stuur. Hoeft verder ook niet zo groot, hoeft ook niet verder veel opties op te zitten. Gewoon alles bedienbaar met de hand. De raapjes en zo. Zijraapje kun je helemaal openklappen. En de oude radio zit erin. Maar ja, er komt waarschijnlijk wel een ander in. Het is zo old school. Ik zal eens even starten. Kijk, dit is een oude diesel. Dus je moet je voorgloeien. En dan wordt die daar oranje. Net als een broodrooster. Zie je eens even. Ik zal hem even uit de versnelling halen, lijkt wel zonnig. En dan starten. Nou. Dashboardverlichting is zelfs dimbaar. Kijk eens even, hier. Nou, dat is 15 jaar geleden ook al. Een dimbare dashboardverlichting. De radio speelt ook gewoon. Er zijn nog een paar dingetjes waar ik even naar moet kijken. Kachelventilator, die doet het soms wel, soms niet. Maar zoals je het ziet, het is gewoon een toffe bak. Achter geen gordels, hoeft niet. Moet je eens even zien, man, wat een bak. Oh, dat is een kenteken ook leesbaar. Oh, hoe is. Maakt niet zoveel uit. Laten we nog niet eens hoeveel ruimte er onder een motorkap zit. Ook een achterbankie. Allemaal mooi netjes. Ik zit dans. Nog voor mij kofferruimte. Genoeg. Genoeg kofferruimte. Ja, ik had er nog een radiootje liggen, dus die komt er waarschijnlijk ook weer te zitten. Die had ik nog liggen. Het is niet de radio waar in de doos zit, maar het is een andere. Maar wel met de USB. Dus even de balkkabels even laten zien. Ja. En die deuren, hoor het geluid. Zo klinkt een auto. Wat een ruimte. Het is allemaal zo simpel als we het zijn en het loopt gewoon door. Zekeringskastje. Hier, dit is het. Dit is het hier. Zo simpel. De brandstofpomp wordt aangedreven via de blok. Dus geen brandstofpomp.
via het mos. Het loopt gewoon mooi. Ja. Duidelijk zo wel even. Maar zoals je het ziet, het is toch een toffe bak, hè? Om te zien. De W115 200 diesel, 1972. Belastingvrij. Hier sluit ik het bij af. Er komen wel meer filmpjes aan van het sleutelwerk. Is niet zoveel sleutelwerk. Bodem is keihard trouwens. Niks mis mee.